Bewoners van zorginstelling 'Sherenlo in Druten kunnen sinds deze week terecht in een zogenaamde snoezelruimte. Het gaat om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en ouderen met dementie. Maar wat is zo'n snoezelruimte nou precies? Snoezelen is misschien nog niet zo heel bekend, maar in de gehandicapte wereld is het redelijk bekend. Het is een samenvoeging van snuffelen en doezelen. Voor de EMB-cliënten, de ernstig meervoudig beperkte cliënten, hebben we zaken ingekocht waarbij ze zich totaal kunnen ontspannen. Heel veel zaken leveren nogal wat spanning op bij onze cliënten. En als ze in deze ruimte komen, dan zie je ze totaal ontspannen met de verschillende mogelijkheden die we hier hebben ontwikkeld. En deze snoezelruimte kun je beleven. We hebben vooral een belevingsgerichte activiteit hier, maar waarbij je dus kunt ontspannen. Maar je kunt ook echt wel activiteiten doen. Dus we hebben een tovertafel waarmee je kunt activiteiten op de grond kunt doen, waarmee je zaken aan kunnen raken. Er zijn duizenden mogelijkheden en het gaat vooral om het beleven. Het is de bedoeling dat bewoners in deze snoezelruimte tot rust komen, door actief te bewegen of juist te ontspannen. Werkt dit ook echt? Cliënten worden hier een stuk rustiger en in hun gedrag zijn ze daar ook makkelijker te begeleiden. We zijn er heel blij mee, aan onze cliënten het meeste natuurlijk.